Mij spreekt het meest aan de amandelbloesem die Vincent van Gogh heeft geschilderd. Dat is dit schilderij. Het is een symbool van, dat zie je wel van bloesems, zijn een symbool van nieuw leven, van frisheid, van een nieuw begin. En het is voor ons als familieleden natuurlijk de sleutel tussen Vincent als persoon, zijn werk en de collectie. Wat vindt u ervan dat u dit schilderij zomaar kan aanraken? Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dus dit zomaar kan doen. Zou je dat bij het origineel doen, dan weet ik niet hoe het met je afloopt. Maar het blijft ook wat ongemakkelijk voelen, maar dit kan dus gewoon. En daarmee beleef je het werk anders, niet alleen door te kijken, maar ook door te voelen. En dat is natuurlijk uniek. Onze missie als museum is om de werken van Van Gogh met zoveel mogelijk mensen te delen en ze te inspireren. En dit is een manier waarop we dus dat veel breder kunnen doen. Ik vind het een heel innovatief project. Het Van Gogh Museum is echt een voorloper hiermee. Met deze laatste nieuwe technologische ontwikkeling. Dat vind ik mooi om te zien en dat ondersteun ik ook. Welk schilderij spreekt u het meeste aan? Amandelbloesem. En waarom? Ik vind het gewoon een prachtig schilderij. De kleuren, het is een beetje Japans. Ik vind het een prachtig schilderij.